Ik heb trouwens gisteren een superleuk pakketje ontvangen van Reinders. Ik kan dit gewoon strakker buigen of juist losser. En... Ah! Het was best wel een heel proces om je eigen merk gewoon op de markt te zetten. Dat doe je niet zomaar uit het niet. Maar ik heb nu dus ook mijn eigen kledingmerk. Dus dit is de first edition. Je hebt hier op de zijkant heb je ook nog het logo. Ik heb dus drie varianten hiervan. En oeh, deze past trouwens best wel bij die pet. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Jade en... Zo gemakkelijk. Dit is mijn eerste vlog in ons nieuwe huis. Het begint al gezellig, want Naomi ligt lekker te slapen. Mijn andere huisgenootjes zijn in de andere kamer. En ik ga even lekker een ontbijtje maken. Ik vind mijn hoofd altijd zo dik lijken in deze camera, maar... Anyways, we gaan gewoon lekker een leuke dag maken vandaag. En ja, ik ga even kijken wat er in de koelkast is. En anders moet ik zo even boodschappen doen. Wat we eigenlijk altijd maken, ik woon hier nu een maandje, maar het is wel zo gewoon allemaal. Maar we maken dus altijd van die afbakbroodjes. Oh, zelfs dat hebben we niet. Hoe lekker dan? Dus dat doen we eigenlijk altijd in de oven. Maar ik moet even wat anders gaan bedenken. Kijk nou, ze ligt er zo schattig bij. Lekker met jachtseizoen op de achtergrond. Dit staat ook altijd op in het huis. Echt hilarisch. Ik ga jullie even het balkon laten zien. Want nu film ik eindelijk een keer overdag. En een maand geleden heb ik een soort van, ja, zeg maar die dag gefilmd dat ik mijn sleutel ging ophalen en zo. En eigenlijk is er nooit meer een deel 2 gekomen. Ik denk ook niet dat die gaat komen, want ja, alles is nu, ja, gewoon een maand later. En ja, dat was het eigenlijk. Super grappig trouwens, want mijn andere huisgenootje kwam met de keuken in. En ze wist niet dat ik thuis was, want ik was gisteravond was ik thuis gekomen. En ze dacht dus van, oh hey, hallo. Anyways, dit is een beetje het uitzicht. Het ziet er niet heel geweldig uit, maar het is wel altijd gezellig. En hier houden we altijd onze podium, publieke concerten. Volgens mij wonen daar ook nog wat studenten in dit gedeelte. Tenminste, het lijkt erop. En ja, we hebben trouwens 4 balkons. Dit is er 1 van, dit is van de keuken. En de rest gaan jullie waarschijnlijk ook nog wel zien. En daar zag ik Nadine en ze verstopt zich snel, zag ik. Hallo. Nou, ik zit nu lekker in Nadine's kamer. Ik zit hier te flexen on haar bed. En weet jij wat ik moet gaan eten straks? Oh, wat we gaan eten? Ik heb geen idee. Wow, hij is helemaal ingezoomd. Oh. Oh. Okay. Oh, ik kan het zo doen zoals een selfie. Ja, zeker. Kom, we gaan even een thumbnail maken. Wat? Oh. Oh, thumbnail. Ik ben helemaal niet bekend. Oh, maar dat weet je dan wel. Ja, thumbnail wist ik wel. Kijk, dit is het uitzicht van de andere kant. Dit ziet er wel heel gezellig uit, vind ik. En het is ook echt gezellig gebeurd, want het is nooit echt stil of zo. Daarom ben ik ook heel blij dat ik nu in de stad woon. Ik ook. Ja, zij komt uit Leiden, dus voor haar is het ook even wat anders. Ja, het is echt even wennen, maar ik vind het wel leuk om vooral in deze stad te zijn. Oh. Er zijn veel meer dingen te doen, dus... Ja, alleen nu met corona is het een beetje anders, maar ja, ja, de sfeer is wel gewoon top. Ik ben geen vlogger. Oh, zo doe je het. Oh, handig. Is het nog goed? Ik moet even bukken. Want anders zie je niks. Maar ik heb dus besloten om havermoutpap te maken. Dit lijkt me echt zo'n kookvlog. En ik ga ook een salade maken. En een kopje thee erbij. Dat is mijn ontbijt. En ik zie daar iets bewegen, jongens. Het leeft. She's alive. Daar is dood. Oh. Wie ga je ze daar? Alright. Dit is mijn breakfast. Gaan we gewoon verder met jullie verhaal hoor. Dit is Justine. Die grijze ladekast die jij hebt, die wil ik in het wit. Snap je? Oh, die mom. Ja. Ja, die zijn echt goed hoor. Die zijn echt fijn. Dus dit is mijn breakfast. Een lekker broodje met chocopasta, een lekker kopje thee. En een salade à la Jade. Ik ga... Ja. Yeah. En dit wordt havermout, jongens. Dus ja, een beetje van alles wat. Lekker, healthy. Woehoe. Eet smakelijk. Dank u. Oké, jongens.
Ik ben er zo wel terug. Omdat we vandaag zoveel te doen hebben, hebben we besloten dat we een Q&A voor jullie gaan opnemen. Dus ik ga dit even op Insta plaatsen en dan kunnen jullie daar allemaal vragen achterlaten voor ons. En ja, ik ga hem nu posten. Yeah. Ik heb trouwens gisteren een superleuk pakketje ontvangen van Reinders, waar ik super blij mee ben. Allereerst dit hoesje. Ik heb hem al gelijk omgedaan. Wat ik zo fijn vind aan het hoesje is dat hij lekker dun is. Want ik had hiervoor zo'n doorzichtig hoesje. Omdat ik dat op zich ook wel chill vind. Maar die was best wel breed. En deze past gewoon wat lekkerder in mijn handen. Dan dit Reinders armbandje. Ik heb hem al gelijk omgedaan. En ik vind hem super leuk. Je kan hem ook verstellen. Je kan dit gewoon strakker buigen of juist losser. En, ah! En dan past hij in principe elke dikke hand. Dus ook de jouwe. Ze leeft weer! I'm alive! She's alive! Dan heb ik deze scrunchie van 5 euro. Hij was in de aanbieding voor 2 euro, dus ik dacht ik moet hem gewoon hebben. Alleen ja, ik dacht eigenlijk dat het een andere stof was. Deze is best wel... Kijk hè? Laat eens even zien. Oh. Staat je gelet aan? Nee. Je schrikt niet eens. Tjoenge, jonge. Maar ik had dus verwacht dat dit een katoenstofje was. En dit is, ja, ik weet niet of dit katoen is. Waarom staat het niet scherp? Maar ja, het is een beetje zo'n heel dunnig, ja, stofje. Weet je wat ik bedoel? Ja, je ziet het nu niet heel goed. Maar ik had gewoon verwacht dat dit meer... Nou ja, ik weet niet, ik ben gewoon een zeikert. Dan zat er ook nog dit leuke briefje bij. Wat wel jammer was... Is dat ik ook schoenen had besteld. En ik zie dit ineens erin staan. Uitverkocht. Dus ik heb ze even een DM gestuurd. Want ik wilde eigenlijk de zwarte in maat M. Maat M, what the fuck. Ik wilde de zwarte schoenen met een soort van zo'n print. En die wou ik dan in maat 37. Dus ik dacht, als ik nou schoenen neem in het bruin met maat 38. Als ze die dan wel hadden, hadden ze die op zich ook kunnen opsturen. Maar ik denk dat ik mijn geld terugkrijg en dat ik het daar lekker bij laat. Dan heb ik deze leuke Reinders-pet ter waarde van... Oh, ik heb al die label eraf geknipt, maar volgens mij iets van 30 euro. Dan heb ik nog een leuke shopperbag. En wat ik super fijn vind is dat ik deze op de site zag. En er stond iets van shopperbag small. Dus ik dacht van ja, hij zal wel ongeveer de helft hiervan zijn. Maar ik wilde juist zo'n lekkere grote tas waar ik gewoon ook logeerspullen in kan doen. Of boodschappen of weet ik veel, schoolspullen of zo. En dit is eigenlijk precies wat ik in gedachten had. Dus ik ben best wel blij dat hij groter is dan ik had verwacht. En ja, je past gewoon lekker veel in. Dus ik ben hier ook heel blij mee. Deze was volgens mij maar iets van 15 euro. Dan heb ik nog een luchtje erbij. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik deze besteld heb. Als ik heel eerlijk moet zijn. Want ik heb best wel veel luchtjes al staan. En ik had vorige week ook al een ander luchtje besteld. Bij Yves Rocher. En ik heb eigenlijk heel veel luchtjes die nog op moeten. Dus ik had het niet per se nodig. Maar ik vond het er zo leuk uitzien. En het was best wel tricky. Want ik weet dus niet wat voor luchtje. Of tenminste, ik wist nog niet wat voor luchtje ik kon verwachten. Maar het is toch niet helemaal mijn ding. Dus ik heb hem even... Eén keer opgespoten en ik vond hem eigenlijk niet zo heel lekker. Dus ik heb deze op Vinted gezet. En ik ga hem gewoon verkopen, want ik kan hem niet zo terugsturen. Ik heb nog wel de verpakking en alles. Die ligt daar. Dus ik hoop dat iemand hem kan overnemen. En anders geef ik hem gewoon weg. Misschien dat mijn moeder hem wel lekker vindt. Dus ja, dat eigenlijk. En dit hoesje, maar die heb ik volgens mij ook al laten zien. Oké, ik doe gewoon lekker even mijn petje op. Want ik heb een bad hair day. Al vind ik dat ik dat elke dag heb. Want I don't know. Oké, ik moet even minder gaan zeuren, jongens. Ik had trouwens nog één mededeling, want ik heb het helemaal nog niet met jullie gedeeld. Mijn laatste vlog was een maand geleden en mijn laatste vlog daarvoor was zelfs een jaar daarvoor. Dus volgens mij november 2019 of zo. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet meer gevlogd in die tussentijd. Maar ik heb nu dus ook mijn eigen kledingmerk en ik ben zo blij om dit gewoon te mogen zeggen, want het heeft best wel lang geduurd voordat het allemaal gelanceerd was en dat het ook echt gewoon werkelijk op de markt staat. Dus waarschijnlijk weten de meeste van jullie dit nog niet. Het kan wel dat sommige van jullie dit op mijn Instagram hebben gezien, omdat ik best wel regelmatig wat post over Black Iced. Oké, ik heb het nu dus voor het eerst gezegd. Het heet dus Black Iced. En ik heb hier ook al een shirtje ervan. Het is vrij simpel. Dit is van de First Edition. Ik heb zeg maar een Black Iced First Edition. Dat is echt één editie die ik eenmalig uitbreng. Dus wil je deze nou ook bestellen? Ga dan naar www.blackiced.nl.
En je kan nog een kortingscode gebruiken. Die heet welkom. En dan krijg je 10% korting. Dus dat scheelt wel wat. Alles is ook helemaal afgeprijsd. Ze waren eerst €45. Toen waren ze 30. En volgens mij zijn ze nu rond de 25. Als ik het even zo uit mijn hoofd zeg. Want ja, ook met heel die Black Friday sale en alles. Was het elke keer weer wat anders. Dus ik denk dat het nu ongeveer €25 is. Dus ja, en dan met 10% korting kan je nog even extra korting pakken. Dus dit is de first edition. Je hebt hier op de zijkant heb je ook nog het logo. En aan de binnenkant het labeltje. Ook bedrukt. En als jullie hier meer over willen weten, dan kan ik dit misschien wel in een aparte video doen. Want het was best wel een heel proces om je eigen merk gewoon op de markt te zetten. Dat doe je niet zomaar uit het niets, weet je. Dus als jullie vragen hebben, stel die dan gewoon. En dan kan ik ze in een andere video voor jullie beantwoorden. Maar even kort gezegd, Black Iced, eigen merk. We hebben ook mondkapjes. Deze. Ik heb ze ook in meer maten. Ik heb dus 3 varianten hiervan. En oeh, deze past trouwens best wel bij die pet. Dat is wel grappig. Oké, dit ziet er best wel tof uit zo. Nou, deze zijn ook te koop. Super handig. Deze zijn volgens mij €12. Buiten dit hebben we ook nog shopperbags. Andere soort shirtjes. Ik heb volgens mij hier niet het grijze shirtje liggen, maar die gaat ook best wel hard. Ik kan wel even een foto in beeld zetten. Deze is volgens mij 30 of 20. Of €25. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar een beetje rond die prijzencategorie. Dus het valt nog wel mee. Ja. Dus ben je nou geïnteresseerd? Ga maar even naar de website. Je zou me er enorm mee helpen. Want ik vind het gewoon super leuk als jullie wat bestellen. En ik zal de pakketjes uiteraard heel leuk inpakken en versturen. Je kan het ook afhalen. Dat scheelt je wel €5 bezorgkosten. Ja, dus dan moet je... Je adres hoef je dan niet aan te vinken. En dan kan je het in Vlaardingen of in Rotterdam afhalen. Want... Volgens mij staat bij de KVK nog wel in Vlaardingen ingeschreven. En daar is ook eigenlijk waar al mijn opslag en zo ligt. Dus ik kan het hier ook niet allemaal laten zien. Want alles ligt gewoon bij mijn moeder, zeg maar. Maar wat ik dan wel kan doen, is als Rotterdam dichterbij is voor jou. Dat ik het dan hierheen mee naartoe neem. En dat je dan hier komt ophalen of dat we ergens afspreken. Ik hoop niet dat er enge mensen tussen zitten die dan... Je weet wat ik bedoel. Nee, maar dat komt allemaal goed. Dus je kan ook gewoon afhalen of laten bezorgen. Maar ik denk dat dat nu wel iets langer duurt. Zoals jullie weten door de coronacrisis. Dat iedereen nu gaat bestellen. En dat het allemaal super lang duurt. Sommigen iets langer dan de anderen. Want dat is echt een drama. Ik heb foto's gezien van hoe het er nu uitziet. Nou, dat wil je gewoon niet meemaken. Nee, ik zou nu op dit moment niet bij PostNL willen werken. Echt niet. Dus ja, lijkt het je nou leuk om wat te bestellen? Doe dat dan. Vergeet de kortingscode welkom niet voor 10%. Nou jongens, ik heb een lekkere pasta gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Het is mijn eigen recept. I'm not lying, bitch. Oké, okay, yeah. En het is weer lekker gezellig. Jongens is bezig met haar kunstwerk. En we hebben bezoek. Dit is Nathalie, toch? Ja. En dat is een vriendin van Nadine, dus ja. En ik wil even een nieuwe intro maken, alleen het lukt niet echt om dit te doen. Nee. Ik probeer even een liedje te converten, maar dat kan blijkbaar niet meer. Hoezo niet? Nee? Ik heb echt geen idee. Ik deed vroeger altijd YouTube converter en dan kon je gewoon liedjes downloaden, maar dat kan opeens niet. Ik vind de kracht van vlogs ook wel laten zien dat dingen niet altijd goed gaan. Precies dat, hè? Ja. Het kan ook gewoon even kut gaan allemaal. Ja. Want ik wil eigenlijk dit lied als intro. Deze. Moet je nou scheef? Nee, kijk. Ja, ja. Deze aflevering was zo ziek. Hoe heet die ook weer? Bilal? Oh nee, dit is wel iemand anders. Hoe heet die er? Jamal. Ja, hij. Oh, je ziet echt helemaal niks. Maar deze moeten jullie echt kijken. Dit was de laatste aflevering en dit was echt gewoon bizar. Heb jij hem al gezien? Ik kijk het niet. Oh, echt niet? Ken je het wel, jachtseizoen? Nee, eigenlijk ook niet. Oh, dit kijken we altijd. Ik heb het van dit. Zo, we gaan lekker vreten. Ik ben gewoon de enige die gaat eten. Maar zij gaat om 9 uur wat koken. Zij heeft wat anders gemaakt en Naomi is even weg. Dus iedereen doet lekker zijn eigen ding. Oh mijn god, dit is zo lekker. Shout-out naar Naomi. Goed gedaan, meid. Hij was echt een leuke jongen. Ja. Dat is echt een hele leuke jongen. Boy talk. En
Of nee, girl talk over boys. Nou, ik ben weer even in mijn kamer. Ik heb even een kopje thee gezet. Lekker voor na het eten. En ja, ik ga zo even rustig editen, denk ik. Ik ga jullie trouwens even mijn kamer laten zien. Het is nu een heel klein beetje rommelig. Maar het is wel veranderd sinds de laatste keer. Ik heb het trouwens echt al 3 keer veranderd allemaal. Maar ik zal jullie nu even laten zien hoe het er nu uitziet. Oké, hier kom je dus binnen. En dan heb je hier mijn bed. En deze stond eigenlijk al gelijk zo. Ik heb hem ook nog een tijdje zo gehad. Zeg maar in de lengte en dan gedraaid. Maar ik merkte toch dat het dan hier wat te druk werd. En dat je hier dan wel veel loopruimte had. Maar dat het eigenlijk niet per se nodig was. Dus ik heb het bed gewoon weer lekker daar gezet. En de mooie lampjes, of course. Dan heb je deze witte kast die ik nu hier heb neergezet. Die eerst daar stond. Ja, ik weet niet. Maar dat kledingrek... Ik denk dat het kledingrek best wel veel ruimte in beslag neemt. En ik moet hem ook even gaan ordenen, want dit ziet er niet uit. En, oh ja, mijn bureau is trouwens weg. Die stond ook hier. Best wel een mooi bureau was het. Ik dacht van, als ik hem toch niet gebruik, heb ik toch weer wat extra ruimte. Ik heb trouwens wel dit ladekastje bewaard. En deze kasten laat ik gewoon lekker zo. En mijn tv staat er nu ook. En mijn PlayStation. Dus ik kan me hier ook gewoon lekker voor maken op mijn kamer. Ik denk dat ik het voor nu even lekker hierbij laat. Want het is echt wel allemaal te doen zo. Dus voor nu is het gewoon even prima. En ondertussen ben ik ook een beetje aan het editen. Ik zeg jullie eerlijk jongens, ik heb het best wel gemist, dat vloggen. Vroeger, en dan praat ik echt over 5 jaar geleden, deed ik letterlijk elk dag. Maar als ik dat dan terugzie, dan cringe ik echt van mezelf. Dus ik heb heel veel dingen ook offline gehaald. Maar ik vind het toch wel leuk om weer te doen. En ja, het is dan ook weer grappig om weer terug te zien. En dan, ja, ik weet niet, ik vind het eigenlijk wel leuk om gewoon alles met jullie een beetje te delen. Ik hoop dat jullie daar ook over denken, want dan ga ik dit ook gewoon weer vaker doen. Laat maar even weten wat jullie ervan vinden. En als jullie ideeën hebben of iets, dan mag je dat ook gewoon altijd kwijt. Want dat zou ik enorm waarderen. Ik had trouwens ook nog wat online gezet. Met die Q&A. Ik denk dat we daar beter een aparte video over kunnen opnemen. En dat ik dan een Q&A aankondiging ga doen. Want op Instagram krijg ik toch ander soort vragen of zo. Omdat het meer mensen zijn die ik ken en die gaan dan niet serieus doen en zo. Maar ik heb wel een paar vragen ertussen die ik wel voor jullie nu kan beantwoorden. Wel zonder hun dan, maar ja, Naomi die is nu ook niet thuis. Nadina die zit nu met een vriendin van haar beneden. En Jos die zit nu lekker te schilderen. Dus ja, in deze vlog gaat het sowieso niet meer. Maar ik kan ze wel even voor jullie beantwoorden. Ik heb een vraag van Mara Boccino en die zegt... Hoe lang kennen jullie elkaar en hoe lang zijn jullie vrienden of besties geworden? Nou, het leuke is dat ik hun allemaal niet langer dan een maand ken. Want op 1 december was de sleuteloverdracht. En toen heb ik ze ook gelijk ontmoet. En toen ben ik eigenlijk die dag ben ik gelijk hier gebleven. En heb ik alvast wat spullen hierheen gebracht. Dus 1 december was voor mij ook gelijk het moment dat ik hier kwam wonen. De dag daarna kwam Naomi. Die kwam toen even wat spulletjes brengen. En dat was toen ook haar eerste dag en nacht dat ze hier echt verbleef. Dus toen heb ik eigenlijk met Naomi sindsdien heb ik hier met z'n tweeën in het huis gewoond. Dus we hadden heel het huis gewoon voor onszelf. En 2 weken later kwam Josiane. Dus die woont er nu ook al een paar weekjes. En nu woont Nadine hier sinds een weekje. Dus ja, eigenlijk allemaal heel verschillend. Maar gelukkig kunnen we het wel gelijk goed met elkaar vinden. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Maar ik hoor hun dat ook wel eens zeggen. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Want het is toch wel spannend als je ineens op jezelf gaat wonen. En dan ook nog eens met mensen die je niet kent. Ja, dat is dan best wel even een dingetje. Maar gelukkig is het allemaal goed uitgepakt. Ja, voor mij werkt het op zich wel. En ik vind het superleuk. Ik ben trouwens ook nog regelmatig in Vlaardingen op bezoek bij mijn ouders. Want mijn moeder die vindt het toch wel moeilijk dat ik ineens weg ben. En ik mis haar ook super erg. Dus ik ben nog af en toe ben ik bij haar in Vlaardingen. Ik ben afgelopen 4 dagen ben ik ook daar bij haar geweest. Omdat ik daar wat afspraken had. Ja, bijvoorbeeld de tandarts zit daar nog. Mijn dokter zit daar nog. Ik heb daar nog vriendinnen die daar wonen. En mijn kledingopslag van Black Ice ligt daar ook nog allemaal. Dus ik moet regelmatig nog even terug. En dat vind ik helemaal niet erg. En dan neem ik weer wat dingetjes mee die ik daar dan kan laten. Of dan neem ik vanaf daar weer dingen mee naar hier. Zoals suiker wat op is of zo. Of dat mijn moeder ineens wat heeft gekookt wat ik ook kan meenemen naar hier. En ja, dat vind ik altijd wel gezellig. Dus ja. Oh, ik was helemaal vergeten dat ik een vraag aan het beantwoorden was. Maar oké, dus we kennen elkaar niet langer dan een maandje.
Of we besties zijn, dat weet ik niet. Het gaat wel de goede kant op. We hebben echt al gelijk een super goede klik met elkaar. Het is ook niet niks dat je ineens 24-7 bij wijze van met elkaar zit. Wie appt mij heel de tijd? Harley, hou je mond. Dus je zit gelijk best wel veel met elkaar opgeschreven. Dus dan leer je elkaar ook heel goed kennen. En je moet het maar met elkaar gaan doen. En vooral met deze corona-quarantaine shit zit je ook gewoon constant met elkaar in huis. Dus ja, je leert elkaar wel goed kennen en snel ook. En die band, die was er in principe al gelijk. Dus dat scheelt ook wel, dat je het gelijk met elkaar kan vinden. Sander Termijn vraagt, missen jullie dingen die je nu niet hebt, maar wel bij je ouders thuis had? Ik eerlijk gezegd niet per se. Ik bedoel, ik heb hier in principe ook wel alles wat ik daar had. Dit lijkt ook een beetje op mijn oude kamer, want ik had daar ook deze kasten en die tv. En voor de rest is het best wel een beetje dezelfde soort indeling. Alleen heb ik nu een kleiner bed, wat ik eigenlijk niet heel erg vind. Ja, ik mis mijn moeder af en toe wel. Maar het voelt eerlijk gezegd niet per se heel anders of zo. Ik had er denk ik veel meer van verwacht. Maar misschien is het ook omdat ik nu met anderen samenwoon. Dat het heel anders is dan als je echt op jezelf gaat. Echt in je eentje in een heel huis of met je vriend of zo. Dus voor mij voelt het niet per se heel anders. En ik weet ook dat ik altijd terug kan. Het enige verschil is dat ik 620 per maand lichter ben. Maar nee, ik vind het wel super leuk. Dus ja, het is wel gewoon een hele nieuwe ervaring. Wat je gewoon een keer gedaan moet hebben. Tenminste, wat ik een keer gedaan wilde hebben. Ik kan nu wel zeggen dat ik dat soort van heb waargemaakt. Ja, en voor de rest niet echt eigenlijk. Ik mis ook niet per se die stad. Want ik ben er nog regelmatig. En ik vind Rotterdam gewoon wat levendiger, wat gezelliger. En ja, dat. Dat waren eigenlijk een beetje de enige normale vragen. Ik heb hier ook van Marciano. Wanneer nodigen jullie mij uit voor een feestje dan? Nou, toevallig hadden wij Oud en Nieuw met hem gevierd. Of nou, niet wij, maar ik had met hem Oud en Nieuw gevierd. En met goede vrienden van mij in Schiedam. En daar heb ik hem toen leren kennen. Dus dat is wel grappig dat jij reageert op deze video. En dan heb ik ook nog iets van Cascavera, de producer, als ik het niet verkeerd heb. En die zegt, ik zag twee beren broodjes smeren. Nice. Ja, dat waren eigenlijk een beetje de normale vragen. Als jullie echt een aparte Q&A video hiervan willen zien, mag je op zich ook wel vragen hieronder stellen. En als ik genoeg leuke vragen heb, ga ik gewoon een aparte video daarover opnemen. En dan met z'n vieren. Dat is ook wel wat gezelliger, denk ik. Ja. Ja, dat was het, denk ik. Ik ga zo lekker editen in bed. Ja, en ik denk even tv kijken of zo. Deze dag is best wel snel gegaan. Ik heb niet eens heel veel gedaan of zo, maar wacht. Ja, ik weet niet. Ik heb dat vlog toch wel gemist, denk ik. Ja, ik ga het denk ik wel vaker doen. Als jullie dat leuk vinden, dan ga ik vaker voor jullie vloggen. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik ga het nu maar afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als je het een leuke video vond, geef dan even een blauw duimpje. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook eventjes. Want zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video's. En hopelijk check ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Doei doei! Oh my god. Ik ben jullie nog helemaal vergeten een gelukkig nieuwjaar te wensen, jongens. Gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie een leuke kerst hebben gehad. En een gelukkig nieuwjaar. Dit kwam er heel raar uit. Nee, maar oprecht. Ik hoop dat al jullie vingers er nog aan zitten. En dat jullie het beste mogen halen uit 2021. Mwah.